als we dan weer kijken naar onze situatie nu hier in Nederland en hoe we het vertrouwen kunnen herstellen. Hè? Want we hebben het allemaal gehad over nieuwe bestuurscultuur en al dat soort dingen. Nou ja, als we nu kijken naar alle verhalen, dan vind je ze eigenlijk niet terug, die veranderingen. Is Rutte de man die ook deze verandering kan leiden? Nou, dat zou eigenlijk wel moeten. Want hij heeft natuurlijk een lange verantwoordelijkheid. En hij heeft ook, denk ik, toch het gezag om dat te doen. Er zijn toch ook, we focussen natuurlijk altijd, we kijken natuurlijk altijd naar de mensen die tegen zijn en die boos zijn. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die toch alles bij alles vinden dat het, kritiek, toch vinden dat het in Nederland wel een mooi land is waar ze graag willen blijven. Vergelijken met anderen. Zeker. Zijn ze toch en wel mensen graag zijn hier. Ook tevreden over de democratie, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hè? Dus zeker. Het is ook dus niet moet zo ook niet alleen maar ellendig. Te dramatisch maken. Ja. Maar zoeken naar verbinding. We begonnen de uitzending met de excuses voor de slavernij. Dat is ook een teken daarvan dat hij dat belangrijk vindt. Ik denk wel dat er meer nodig is. Ik denk dat dat de verbinding ook beter tot stand zou komen. Zou toch teruggaan aan districtenstelsel in Nederland. Dat betekent dat de kiezer en gekozenen dichter bij elkaar zijn. En ik was er vroeger nooit zo voor, omdat ik dan bang was dat er weer helemaal geen vrouwen op de lijst zouden komen. Maar ik zie inmiddels zoveel vrouwen zo actief en zo goed in de politiek. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog zal gebeuren. En dus ik denk dat je binnen kleinere kiesdistricten meer contact kunt hebben met je eigen volksvertegenwoordigers. En dat ook het gesprek op gang houdt. Ik zei al een paar keer, u bent lang de voorzitter geweest van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Als we het hebben over dit onderwerp. Democratie is dat natuurlijk ook heel erg gerelateerd aan 4 en 5 mei. Wat zijn de inzichten die u daar nou heeft opgedaan in die rol zo lang, waar we hier wat kunnen leren? Nou, dat je, voor je het weet, programma's en boodschappen uitzendt. Waarbij een deel van de samenleving zich niet betrokken voelt. Ik vond het zelf leuk om bij de voorbereiding van beleid ook met groepen jonge mensen te spreken. En toen kwam er een keer een meisje van wie de ouders vertelden ze uit Ghana kwamen. En zei, ja, maar mijn ouders en mijn opa en oma waren hier helemaal niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik zei, ja, maar het was wel een wereldoorlog. Dus waar zij waren, heeft de oorlog ook op wat voor manier dan ook, veel of weinig, ook invloed gehad. Ik zeg, dus je zou eens kunnen vragen hoe dat, wat jouw ouders of grootouders toen meegemaakt hebben. Ik zeg, en ik was er ook niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan zijn die kinderen altijd heel verrast, want die vinden mij natuurlijk stokoud. Was jij er ook niet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik zeg, nee, het is voor mij ook de Tweede Wereldoorlog van mijn ouders, van mijn grootouders. Ik ben na de oorlog geboren. Oh, ik zeg, dus het is jouw oorlog, want jij woont in Nederland en wij moeten dus leren van die Tweede Wereldoorlog, hoe dat ontstaat. Hoe op een gegeven moment mensen soms nog wel redelijk democratisch lijkt het aan de macht komen, maar vervolgens die democratie gaan uithollen. En heel tersluiks alle democratische procedures gaan afschaffen. Dus die waakzaamheid heb jij ook nodig. En dat is wat wij moeten leren van de Tweede Wereldoorlog. Zorgen dat er niet weer opnieuw één bevolkingsgroep apart gezet wordt. En uitgesluiten wordt uitgesloten wordt en vermoord wordt. De Holocaust op de Joden en de Roma en de Sinti. Dat zijn dingen die we dan aan de kinderen willen overbrengen. En het leerde mij wel dat als je dat niet heel specifiek maakt, dat sommige groepen kinderen denken, dat gaat niet over mij. Ja. Dat gaat over dat moet je levend houden, dat moeten we over vertellen. Ja. Net zoals dat we over het slavernijverleden nu eindelijk gewoon lespakket gaan komen. Precies, ja. Want dat is wel triest hoe weinig regeltjes daarin staan. Okay, dus het levend houden is heel erg belangrijk, waardoor iedereen ook signaleert eigenlijk wat er gebeurt in een samenleving nu. Ja. En dat we dus nog niet op een hellend vlak staan als het gaat over onze democratie. Maar dat u wel nu signalen waarneemt waarvan u zegt, let op, langzamerhand, sluipenderwijs, zakken we af. Ja, nou ja, en dat komt dus, u noemde hetzelfde woord al, zeg maar, toch door die verbubbeling van de Kamer, die nog versterkt wordt door de sociale media. Hè? Je krijgt eigenlijk via algoritmes allemaal informatie waar je zelf, wat je ook al vond, hè? Dat is ook het lekkerst om te lezen natuurlijk, dat je toch een beetje gelijk krijgt. Maar het is niet verstandig. Het is ook goed om je te verdiepen in anderen. En die ook niet te veroordelen. Ik heb mij zeer geërgerd dat zelfs mensen die hoog in de boom zitten, het dan over wappies hebben als mensen anders denken over vaccinaties.
En ik heb nu ook wat discussies. Ik heb natuurlijk die boosters gehad, maar een deel van de jongeren in mijn omgeving, jongere mensen, en je bent al gauw jonger dan ik, die doen het niet meer. Die hebben zoiets van, nou, ik heb er nou al genoeg gehad. Ja. Dan ga ik ze toch niet meteen veroordelen. Nee. Ik vind het wel interessant om te weten waarom ze het doen. En ik vind dan ook dat ze naar mij moeten luisteren waarom ik graag wil dat, dat er wel een bepaalde vaccinatiegraad blijft. Maar heb respect voor elkaar. Maar heb respect voor elkaar, ook voor andere meningen. En stel dus die verdiepende vragen aan de ander. Ja. Hè? Ga even aan de andere kant staan. Ja. En pas ook op met op sociale media. Want daar ging het gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken over. De bedreigingen, dat is natuurlijk echt een serieus probleem. En de intimidatie. Hè? Laatst journalist die dan... intussen worden we voor rioolratten uitgemaakt. Ja. Dus we worden ook onmenselijk. Hè? Ja. Dat zijn denk ik ook van die signalen waar u naar kijkt van pas op. Ja, en dat gaat echt... Dat vind ik... We hebben uit de geschiedenis zeg maar, het vergelijken van mensen met dieren... we weten uit de geschiedenis, hè, antisemitisme, altijd op dat soort manier. En je weet nu hoe dat misgaat. Dus daar moet je echt keihard een lijn trekken dat niet geaccepteerd kan worden. En zeker niet in de Tweede Kamer. En is het in dat verband dan ook goed dat de complotdenker David Icke niet wordt toegelaten tot Nederland? Want je moet ook weer altijd in gesprek blijven. Hè? Dat vind ik dus zo lastig. Je moet begrenzen. En dit is dan op advies van de NCTV gegaan, want er zou heel veel onrust komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die zich weggezet voelen en niet serieus genomen voelen, ook nu denken, ja, nu mag je niet hier komen, wat is dat? En daar het wantrouwen alleen maar weer verder wordt gevoed. Hoe vind je daar de balans in? Ja, ik denk dat er in dit geval goede argumenten waren om hem niet toe te laten, om allerlei redenen. Daarbij kwam de man volgens mij niet om een gesprek te hebben, maar om zijn boodschap te gaan zenden, die al redelijk bekend is en die redelijk antisemitisch is. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat men daar van gezegd heeft, dat gaat ons te ver. Ja, maar hoe zorgen we dat de mensen die willen dat hij hier komt, het is weer koren op de molen natuurlijk van een groep die zegt, zie je, wij worden niet serieus genomen. Ja, maar als je moet als overheid soms ook kleur bekennen. En dat is... En in dit geval vind ik dat de overheid kleur bekend heeft en dat lijkt me belangrijk.